Yo iedereen, dus het is hier Tom, Tom's Retro Corner, TRC underscore live op Twitch. Merci allemaal om te kijken en dit gaat mijn allereerste aflevering worden van Pokémon Red. We beginnen dus met een nieuwe YouTube-series en ik ben er best wel excited voor om dit eindelijk een keer te gaan beginnen doen. Ik wou dit al een hele tijd doen, dus hier gaan we voor. Dus zoals jullie zien heb ik op mijn gsm, ik weet niet of je het goed kunt zien, maar ik heb een timer gezet. Dus we gaan deze series 15 minuten per keer houden om meer content te kunnen uploaden en zo. En omdat de aandacht dan niet zou verslappen voor, moest ik bijvoorbeeld in plaats van een kwartiertje een uur doen of zo. Dus dat gezegd zijnde, we beginnen eraan. Ik tik nu op go. New game. Hello there. Welcome to the world of Pokémon. My name is Oak. Excuseer. First, what's your name? We zullen gewoon TRC pakken, want we kunnen underscore live niet doen. Ook echt grappig dat hij zegt dat dat direct zo mijn rivaal is sinds dat wij baby's waren. Laten we gewoon gaan met de anime versie Gary. Let's go boys and girls. Weet je wat wel echt cool is? Dit moet ik gewoon even doen. TRC is Play on the SNES, dus dat is echt een Super Nintendo. Ik vind dat meer cool dat ze het in een Super Nintendo hebben ingezet eigenlijk. Oh, hey wait, don't go out. Gary staat hier ook al. Ik denk dat ik voor Bulbasaur ga gaan, boys. En girls. Haha, ik mag eerst jongen. Is dit Bulbasaur? Ik heb geen idee wie dat Bulbasaur was. Nee. Ja, die wil ik! Nee. Hij pakte natuurlijk Charmander. Ook omdat hij heel sterk is tegen Bulbasaur. Direct al de eerste fights, boys. Oké, okay, dus laten we gewoon hopen dat we dit winnen met... Nou, hij gaat eerst, dus dat sukt al ballen. Defense-spel, oh nee, attack-spel. Oei, oei, oei. Laten we misschien ook maar een keer growl doen. Ze biedt het wel allebei niks meer.
7 HP over, boys. En we zijn nu level 6, dat is al nice. Steek het maar op je Pokémon, ja. Oké, eerst moeten we om onze Pokédex, dus laten we dat gewoon eerst gaan doen. We hebben nog geen Pokéball, dus probeer ze ook nog. Kut. Naar Rattata. Van Rattata heb ik niks, dus ik ga die ook niet proberen vangen. De Pokémon waar ik in het begin voor zal gaan. Het zal een Pidgey zijn en een Nidoran. Een Lucky, een Lucky. Weer een Rattata. Tailwhip, dat lower defense denk ik. Ik ben niet zeker, maar ik denk het wel. Nice, level 7 al. Leech Sheet is niet de aanval dat we nodig hebben. We hebben Vine Whip nodig voor Brock. De Pokémon Store moeten we niet zijn, we moeten naar de Pokémon Markt. Dat is zo handig aan die terugweg, hè. Chanske gehad. En nu krijg ik maar een Pokédex. Eikel. Die gaat mij wel een town map geven. Dankjewel. Oké, en nu kunnen we er vol een bak voor gaan, boys. Rattata. Oh, attack mis. Dat is zuur. Critical hit. Ai ai ai. Normaal heeft hij een potion, dacht ik.
Dat is heel nice. Heal-up, defense, is het nu defense? Ja, het is defense. Maar daar zit hij gewoon een 5, zeg. Heb ik eigenlijk pokeballs? Ja. Dan moeten we eerst langs de shop. Deze man deelde u eigenlijk pokémons van hem. Of 10 of zo. Dank u. Nee, dat zal het wel zijn ongeveer. We gaan al een keer 7. Op to Viridian Forest. Dacht dat je vroeger een item lag, ligt dan nu aan mij. Ik dacht het al. Ik was niet zeker, maar ik dacht het. En dit is onze allereerste Pokémon trainer set. Tink, 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 tink. Weedle level 6 is eigenlijk al zot, hè. Ik bedoel, dat is maar één level onder ons level, dus. Ah, niet potionen, niet potionen, niet potionen. Is dat defense of attack? Speed. Die mag jij eerst natuurlijk, ja. Level 8. Carapé. Terug speed. Dat is natuurlijk altijd vol in het begin, hebben zo weinig HP en zo, dus je moet kijken naar de Pokémon Pokémon Center voor geld. 9 al, nice, nice. Dank u voor de cash.
One up, come on. Bar potions go. Oh! Klasse boys, dat was een timer al. Dus dat zal het zijn voor episode 1. Merci allemaal om te kijken. Ik hoop dat je het echt leuk vindt. Ik vind het echt geweldig om te doen. En ik hoop dat we dit kunnen blijven doen met andere games ook. Merci allemaal om te kijken. En ik zie jullie graag de volgende episode terug. Yo!